Ivailo, als je vanavond naar familie of naar vrienden gaat en die vragen jou over een korte wedstrijd samen te vatten, hoe de middag is gegaan, wat zeg je dan? Wedstrijd waarin wij goed beginnen, goed voetbal laten zien, denk ik. Eerste half uur en eigenlijk op voorsprong moeten komen. Verzuimen we. De laatste fase van de eerste helft komen zij terug. Uiteindelijk, tweede helft beginnen wij toch niet goed genoeg. Komen op 1-0 achter. Daarna 2-0 achter. En dan rechten we wel sterk onze rug. En dan zie je wel dat we kunnen vechten. En uiteindelijk de 1-2 maken en de 2-2. Dus we hebben wel karakter getoond. Maar ik sta hier wel met een nagevoel. Ik denk toch wel met twee punten die we hebben verloren. Voor mijn gevoel persoonlijk. Ja, toch wel. Ondanks dat je een kwartier voor tijd met de 0-0-2 achter staat. Ja, en misschien als je de wedstrijd analyseert. Dan denk je moet ook gewoon tevreden zijn met het punt. Alleen de fase waarin wij zitten en het team dat wij hebben, denk ik dat wij elke wedstrijd kunnen winnen. En we willen ook elke wedstrijd voor de winst gaan. Dus als je dan gelijkspel hebt, dan voelt het toch wel een beetje als twee verliespunten. Omdat je van tevoren gewoon graag die wedstrijd wil winnen. Ja, uiteindelijk kop jij of werk jij de 2-2 binnen? Neem ons eens mee naar dat moment. Wij gaan natuurlijk, we zetten druk vooruit. Volgens mij met bal aan de zijkant komen we door. Ik ben zelf de punt ingegaan in de spits. Nigel die zet goed door. Die kan een voorzet geven. Die geeft hem eigenlijk perfect. Hoog, strak. Waar ik in kan lopen. En ik kop die bal naar de verre hoek. En hij valt denk ik goed binnen. Vind je dat lekker? Lekker stieren in de slotfase in de 16 van de tegenstander? Op zich wel. Alleen het jammer is als je dat doet dan sta je vaak achter. Dus dan heb je meestal niet zo'n lekker gevoel. En nu valt hij, dus dat is mooi. Maar toch, misschien moet je wel tevreden zijn, maar toch heb ik het gevoel van jammer dat je die wedstrijd toch niet over de streep trekt. Ja, want uiteindelijk is jullie aandeel in de wedstrijd groter. Jullie hebben denk ik meer gecreëerd, meer balbezit. Maar aan de andere kant, op een gegeven moment had het ook 0-3 kunnen worden en dan was het denk ik klaar geweest. Ja, klopt. Wat zij goed deden is na rust, zij scoren natuurlijk die goal. Daarna weten zij en weten wij ook dat wij moeten gewoon veel meer naar voren gaan voetballen. Dan ga je uiteindelijk ook meer ruimtes geven. En zij zijn gewoon heel goed in de counter. En dat zag je ook. Uiteindelijk scoren zij de 2-0. Ja, dan moet je helemaal. En dan, persoonlijk zit je dan een beetje op het punt van voor die gelijkmaker gaan. En als het dan 3-0 wordt, dat is heel zuur. Maar liever alles naar voren en voor die goal gaan, dan dat we die tegengoal gaan verdedigen. De trainer zei uiteindelijk, voor mij is de grootste winstpunt van vandaag dat we terug zijn gekomen. Want bijvoorbeeld een paar weken terug tegen de Treffers lukt het niet. En nu wel. Dus deel jij die mening van hem? Ja, zeker. Ik denk dat als je het vergelijkt tegen de Treffers, dan komen we achter en dan merk je dat de pit, hoe we dat vandaag wel hadden, dat zat er toen eigenlijk niet in. En vandaag merkte je van heel het team, alle supporters, iedereen wou echt doorgaan. En dan scoor je de 2-1 en dan geeft dat de energie. En we hebben wel geknokt tot het einde om uiteindelijk gewoon zo goed mogelijk resultaten te behalen. Dus wat dat betreft denk ik dat we wel een stap hebben gemaakt en wel trots kunnen zijn op de karakter die we getoond hebben. Tot slot, nog 2 jaartjes erbij, seizoen nummer 7 en 8. Je bent nog niet klaar op Nieuw-Zuid? Nog lang niet, minimaal nog 2 jaar. Nee, ik heb het enorm naar mijn zin hier zo, eigenlijk altijd al gehad. Ik heb het gevoel dat we echt een topgroep hebben, goede staf. Sowieso over de club hoef ik niks te zeggen. Ik denk dat dit, in mijn optiek is dit de mooiste amateurclub om voor te kunnen spelen. Dus ik ben blij dat ik hier mag spelen en weer 2 jaar mag verlengen. Gefeliciteerd ermee. Dankjewel. Daarmee wel. Ja, dankjewel.